Ik ben Raf Weemaas. Ik ben vetmester eigenlijk, vetmesterkweker van rundvee. En ik doe al sinds vaders tijd al mee aan de prijskamp in Antwerpen, Wet en Os. Een jaar vanaf dat ik eigenlijk goed kon slopen, eigenlijk, manier van spreken, ging ik al mee. Ik ben van mijn 14 jaar thuisgebleven naar school, omdat mijn vader een nasdagvark gekregen had. En dus ik ben nu 54, dus ik ben al 40 jaar in beroep bezig. Dus ja, dat is, ik zeg het, dat zit erin geboren. Dat worden mij geboren. Of doe dat graag of doe het niet graag. Nee, dat moet er voor leven. Dat is eigenlijk de traditie van vroeger nog eigenlijk. Hè. Het vee wordt niet specifiek anders behandeld als andere vee. Dat is zeker het geval niet. Maar ze moet zelf zeker, ze worden wel 3-4 weken langer gemest. Omdat ze nog iets vetter moeten zijn. Moet er wat mee ingaan, moet naar de zwaarste gaan. Het tweede zwaarste moet niet gaan, want dat is al zeker dat het tweede zit. Dus je gaat maar mee in en met je zwaarste dat hebt. Een niet te missen spektakel op zaterdag 8 maart op de Grote Markt met de weging van de zwaarste koe, oftewel de vette os.